even iets heel kleins, jongens. 482, 88. Ga kijken wat erin zit. Waarschijnlijk niet zoveel. Het is niet meer woorden. Het is een Champions League walkout. Is het iemand die in? Ik kan niet. Het is Duits. Rechts naar achter. Ik kan niet veel goed zien. Ik weet niet. Kimi, 86 Kimi. Het is wel een walkout. Ah, een tweede. Nog eentje dan, boys. Gaan we het zien, boys. Het is weer iets. Het is weer een Champions League walkout. 18 hier. Kan. Die moet de kans hebben. Even niet. Die ballen. 88 die ballen. Lekker. Max wat je kan krijgen. Lekker. Ah, is goed. Lekker. Heerlijk. Nog eentje dan. Dan gaan we nog een bal krijgen. Het is weer een border. En het blijft bij een border. Dus zo. Spaans. Linksachter. Ja, ik kan zeggen. Ik dacht dat het ja, nou laten we nog afsluiten met één border dan. Als je goed denkt. Eén border nog, kom op. Rietje, ik bedoel, en walkout. Jawel, Matip. Dat was onze laatste, boys. Een 82 Champions League, jawel, Matip. Nou, oké, hij is van Liverpool, dus. Nou. Kop en ik. Ja, lekker, Gerard. Dit is onze eerste geen border. En dit is wel een beter pakket dan die andere. Die andere is voor mij the best. Godse. Ja, the best. Is dan wel tradable? Doe deze naar de transluist. Maar dit pakket, ik weet niet of die. Volgens mij is die niet die is niet tradable. Ik bedoel, deze is tradable. Deze is tradable. Dus laat iets zijn, nee. Is niet heel best. Is niet heel best. Maar ik loop. Nou, we hadden het schat finishen, dat hadden we wel fijn. Nou, gaan we lekker verder. En het is gewoon een godverdomme onderwerp. Ah, nu, oké, ja, een tweede bol. Ja, oké. Okay. Ik kan in ieder geval ervan wachten, toch? Volgende pakket. Het is weer niets. Ja. Hoop natuurlijk komt die Mbappé in voor hem. Dat is een fucking nice dan houden. Het boeit me ook niet als een tweede boer zou houden. Ik heb hier wel een vorm feurtje vandaag het gegeven. Weer een onrare. Een dubbel zuur. Wordt de kans verminderd. Nog drie pakket. Na deze twee pakketten, en dit is weer een onrare. Nog twee pakketten. Hier naar de laatste. Gaat iets goed zijn dan, het is. Beter dan onrare in ieder geval. Laatste. Ja, helaas niet. Maar nou, kan gebeuren. Ja. Kuzuma toch? Kuzuma. Nou, dat was er nog weer, boys. Lekker man. Hey, gaan we weer lekker wat packjes openen voor champs. Heel jammer dat we niet zo zijn geworden, maar. Playpick 82 tot 83, heel jammer. Maar we gaan eerst even naar Team of the Week kijken of die wel er goed is. Team of the Week is best wel goed. We hebben Sergio Ramos 91, Doucouré 86, Frenkie de Jong 87, Mbappé 93, Ben Yedder 87, De Vrij 87 en Roelie 84. En daar gaan we voor. We gaan voor Roelie.
gaan hem nu kijken. We gaan hem nu krijgen. We gaan hem nu krijgen. Kom op, roelie, 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 roelie. 80 cm vrij. Nou, dit is wel heel jammer. We gaan even mijn rivals. Als goed zijn we rank 1 geworden. Ik weet niet. We gaan voor een tweedubbel packs. Wel lekker wat packies. Twee kleine, twee top gemengd en vier gemengd spelerpakketten. En 20 Fun Champions punten. Waar we wel wat aan hebben, maar 20 is niet zo heel veel in FIFA. Niet zo heel veel. Klein top gemengd spelerpakket. Een kleintje, gewoon een klein pakketje. Even openen. Het is een border. Het is een border. Dit is Hamziek. Ja, dit is Hamziek. 84 Hamziek. Lekker van SBC's. Voor de rest, de pack is niet zo heel goed. We hebben een klein topgemengd speler. Een klein pakketje. Een pakketje voor de jongens. Het is weer een border trouwens. En het blijft bij een border, jammer. Het is een Duitse kam. Van Borussia Dortmund. Brand. Ik heb een brand. En Otamendi. Oh shit. En Toko Ekambi. En dan zijn we weer met Division Rivals Rewards. Het zijn een paar video's door elkaar heen. Van andere dingen. Rank 1. Die heb ik al een paar keer gedaan, maar dan ging het fout. Dus have mercy. Maar dit zijn ongeveer 3 Division Rivals, denk ik ongeveer. En ik weet niet. Maar in ieder geval, Jumbo Premium Gold Pack. Gaan we openen. Wat zit erin? We gaan het zien. Dit is volgens mij, dit is een border. Zeker zit een border. Een Zwitserlandse goalkeeper van Borussia Dortmund. Dit is Borky. 85 Borky. En Batafimi Gomis. Goeie Franse voetballer. Ja, dat is onze legend. Oeh, kunnen hier nog even 30 kunsten? Ja, dat kunnen, dat gaan muntjes. Dit spreekt trouwens achteraf op. Dus geen stress. Geen stress. Maar gaan even de team of the week. Joshua King in de spits. Team of the week hebben Van Dijk 91, Carvajal 86, Dele Alli 86, Fekir 86, Insigne 88 en 85 Jasper Cillessen. Deze willen natuurlijk gaan packen. Driesa Wiegvoet, 26 skillmoves. Virgil van Dijk, 91 centerback van Nederlands. Met 87 physical, 92 defending, 73 dribbling, 72 passing, 61 shooting en 78 pace. Deze willen we gaan packen. We gaan het niet voor proberen. Nee. We gaan verder met de packs. Jumbo Premium Gold Pack. Je hoort me als goed op de achtergrond praten, maar dit moet natuurlijk hoog komen. Dit is een wal. Nee, dit is een border. Achttijdse kam. Die ballen. Dit wordt, ik weet de naam even niet. Gomez. Weer een 85 rated. Gomez. 85. Goed voor de SPC trouwens. De ander voor de rest is kut. Hebben we nog iets bij? Nee, dit is ook kut. Kunnen we nog een muntje uithalen? Ja, 30 muntjes. Kapau. Maar ja, border is leuk, maar we willen natuurlijk die walkouts. Fucking volgende pack. Ik ben net zitten. Zijn al oh, ik had dit is een ja, alles vriend. Dit is niets. Dit is Gomez weer. Een 80 rated en een paar dubbele. Kunnen ze nog minder uithalen? Nee, kunnen niet. Ja, daar wel. Daar wel. Daar wel. En deze ook. Ja. Move. Nou, 134 muntjes. Gaan we door naar de volgende pakket. Jumbo Premium Gold Pack. Hopelijk is het wat goed. Wow man. En ik zal het trouwens afkappen. En we gaan iemand heel dik spekken. Ja, en jullie gaan maar reacties van horen. Hè? En die reacties waren heel slecht. Ik care. Ja, maar jullie gaan horen. Dat gun ik jullie. Wow man. Ik heb gewoon Johan Cruijff Arena gepakt. Pak wie even de Johan Cruijff Arena. Maar nog steeds niet. Oh, dit is kut, en dan moeten wij een PSG speler gaan kopen. PSG spelen discarden. Misschien wel wat waard. Volgende Jumbo Premium Gold Pack. Kom op, geef me Virgil. Big Virgil. Oh, en dit is een non-rare. Dit is niet heel best. Dat kan mijn vriend Sim ook wel vertellen.
het niet heel best. Ik heb een pikje gekregen. Dus. Ian, die zal je van schreeuwen. Doe ik zeker. Nog een premium goal pack. In vorm. Maakt niet uit. Weer een non-rare. Dan worden de kansen toch wel heel klein. Maar stiekem, we pakken wel iets goeds. Ik heb gewoon Lovren gepakt. We pakken gewoon de beste verdediger in de hele wereld. Lovren. En een kut manager of zo. Nou, ik wil ook nog graag Ben Shitrit pakken. Dat lijkt me ook zo leuke. Noem dat zo'n fysiek kaartje op te pakken. Voor een rare gold pack. Ook niet heel best, hè. Een rare mega pack. Het is in ieder geval iets goeds. Het is gewoon. Het is helemaal niet. Wat is dit voor triest iets, ouwe? Willen die Walker zien? Ryan Babel. Ik heb een pakket gekregen. Een pakketje. Komt er. En een gold pack uit een pakket. Mixed contract pakket. Volgende mixed contract pack. Nou, dat is natuurlijk alleen maar een kut contract, hè. Snel door naar de volgende. Een prime mixed player pack. Kom op, geef me iets goed. Ik heb voor non-tradable en zo gekozen. Kom op dan. Kom op dan. Nee, het is weer niets, man. Sissoko dan. Nee, Sissoko. Sissoko? Sissoko? Ik heb ook nog nooit Sissoko gepakt, hè. Dit is zo slecht, ouwe. Ja, ik Sissoko gepakt. Eén laatste pack. Oké, hier zet ik hem stop. Ja. Oh, ik ben zo blij. Yes. Oh, ja. Virgil van Dijk in vorm. Ja. Nee, dit is toch geen prank. Yippie. Oké, ja. Zoals jullie hoorden. Dat is niet heel best. En even weten, Siem is een maat van mij. Zie je ook wel eens rond een paar videos komen. Fake error. Ja, Virgil van Dijk in vorm. De reactie was heel overdreven. Maar ik wil even duidelijk maken dat ik nog steeds leef naar de reactie. Dat ik nog steeds op de aarde ben. Dat ik niet dood ben. Dat ik ook niet aan het janken was trouwens. Maar... het was wel even iets diks, man. Virgil van Dijk 91 in vorm. Een tradable packje. En dit is de laatste packje dan. De mixed van mijn player pack of zo. Ik weet even niet wat hier staat, maar... we hebben hiervoor lekkere dingen gepakt en het is helemaal niets. Ja, maar dat maakt niet uit. Ja. We hebben al het gepakt wat we wouden packen.